Op sociale media is ophef ontstaan rondom Rihanna, nadat de popster een foto van zichzelf plaatste waarop ze schaars gekleed te zien is. Op de foto is te zien hoe ze haar eigen borsten vasthoudt, terwijl ze een ketting draagt van de Hindoestaanse god Ganesha. Bij veel gelovige fans is dat in het verkeerde keelgat geschoten. Tekst gaat verder onder advertentie. Sommige Hindoes beweren dat haar outfit, dat enkel bestaat uit een broekje, oorbellen en de ketting, respectloos is voor de religie. Veel fans roepen Rihanna daarom op de foto te verwijderen. Anderen zeggen de acties van de artieste zat te zijn. Het is namelijk niet voor het eerst dat de 32-jarige Riri voor ophef zorgt bij gelovigen. In oktober vorig jaar bood ze haar excuses nog aan bij de moslimgemeenschap vanwege islamitische teksten die ze gebruikte tijdens een optreden bij een lingerie-show. Toch zijn niet alle fans boos op de zangeres. Velen vinden juist dat Rihanna met de foto de mode van nu laat zien. Buzzelets blokkades.